In de 16e speelronde van de hoofdklasse C speelt Harkmasse Boys een uitwedstrijd tegen WRC. De thuisploeg zit financieel en sportief in zwaar weer. De ploeg van Theo ten Kaat staat op de 12e plaats. Aan het eind van de rit betekent dat na competitie. Harkmasse Boys staat tweede, maar kent voor de wedstrijd tegen WRC veel personele problemen. Willem Brouwer mist 3 basisspelers wegens schorsingen en ook nog een handvol spelers is geblesseerd. Simon Spinder speelt zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. Hij begint als linksback. Joran Smits. Lange bal naar voren. Hij bereikt Henny Uldriks. Henny Uldriks, met zijn schot is geen probleem voor keeper Frans Korenberg van WRC. Sander Bolt. Geeft de bal diep. Bunjamin Uskuk ontsnapt aan buitenspel. Hij gaat op Michael Kampjes af. De doelman van Harkmasse Boys zit er goed bij. Corner van Raymond Bolt. Wordt doorgekopt. En Klaas Gertanus met de schot. En dan kan Joran Smits er net niet bij. Kansje voor Harkmasse Boys. Arthur Moestier. Geeft de bal mee aan Joran Smits. Smits speelt zijn man voorbij. En geeft dan af voor Heino Drix. En dat had 1-0 moeten zijn. Tanju Sahin onderschept de bal. Heino Drix opnieuw. Geeft de bal mee aan Jasper Valentijn. En die bal gaat voor iedereen langs. Heino Drix kan er net niet bij. Balt ook nog van die vorige kant. Opnieuw Heino Drix. Hij houdt de bal goed binnen. Gaat voorbij Jesper Beunk. En voorbij Tanju Sahin. Hij schiet dan op de keeper. En dan kan Kalle Brahajaan opruimen. Tjitkorf. Tegenover Jasper Valentijn. Mag ver komen. Combineert dan met Jonathan van Marle. Het schot is geen probleem voor Michael Kampjes. Simon Schrijber. Goeie paas op Heino Drix. Heino Drix geeft breed. Musliu. Nee, zijn schot gaat naast. Mooie aanval van Harkmasse Boys. WRC dan. Goeie bal naar voren. Op Uskuk. Vrij van Michael Kampjes. Maar de keeper komt goed zijn doel uit. En dan kan Klaas Gertanus opruimen. Toch nog een kans voor WRC vlak voor rust. Simon Spinder naar Joran Smits. Hakje naar Heino Drix. Krijgt de bal wat gelukkig mee. En daar is het 0-1 voor Harkmasse Boys. Heino Drix. Mist in de eerste helft een grote kans, maar scoort nu toch. Al snel naar rust. Verdiende voorsprong voor Harkmasse Boys. Goed binnengeschoten door Heino Drix. Van de Geiter. Goeie paas op Heino Drix. Kan hij direct zijn tweede maken, maar schiet naast. Had direct de beslissing in de wedstrijd kunnen zijn. Ah, weet hij zelf natuurlijk ook. Hij behaalt. Duntjer. Duntjer mag ver komen. Speelt zomaar een paar maal van Harkmasse Boys voorbij. Ah, zijn schot. Geen probleem voor Michael Kampjes. Klaas Gertanus. Komt bij Heino Drix. En dan Jordi van Wijk. Die maakt het heel mooi af. 0-2 voor Harkmasse Boys. Een hele mooie goal van de middenvelder van Harkmasse Boys. Die onlangs zijn 100ste wedstrijd speelde. Komt er goed tussen. En dan verrast die keeper Frans Korenberg met de hakbal. Heel vrij doelpunt van Jordi van Wijk. Corner Raymond Bolt. En Jari van Wijk bijna met zijn tweede van de wedstrijd. Wat een uithaal van Van Wijk. Nog een keer. Hard schot. Daar zit de keeper goed bij. Jonathan van Marlen. Van Marlen opnieuw.
probeert het eens, maar zijn bal gaat net naast. Een van de weinige mogelijkheden van WSC in de tweede helft was dat. Joram Smits tegenover Rajaan. Gaat goed voorbij. Geeft hem voor. De bal komt bij Bolt. Ah. Toch een kansje voor Raymond Bolt. Speelt een goede wedstrijd. Hier is hij weer. En Huldrix. Komt Bolt weer aan de bal. Zit voor. En dan is het Artur Musliu met de 0-3. En de definitieve beslissing van de wedstrijd. Voorzet van Bolt. Musliu. Kan simpel binnen tikken. Dan het debuut voor August Schiefink. Speelde eerder in dit seizoen al 2 oefenwedstrijden mee. Vervangt Simon Schrijver. Huldrix. Sterk aan de bal. Ontspeelt zijn man goed. Hij geeft dan direct een goede paas op August Schiefink. Krijgt de bal niet helemaal lekker mee. Toch een kansje voor de debutant. Net na zijn invalbeurt. Raymond Bolt. Musliu krijgt wat ruimte. Komt zijn man net niet voorbij. Maar balbezit blijft bij Harkema's Boys. Bolt zet voor. Komt de bal bij Van Wijk. En die maakt zijn tweede van de middag. 0-4. Laatste minuut van de wedstrijd. Toch nog een dikke uitslag. Voorstand van Bolt. Komt via Sotanus bij Jordi Van Wijk. En die maakt zijn tweede. En dan fluit arbiter Leunga voor het einde van de wedstrijd. Harkema's Boys wint met 0-4 bij WSC. Verdiende uitslag. WSC was zeker de tweede helft niet opgewassen tegen Harkema's Boys. De trainer van Harkema's Boys was tevreden na afloop van de wedstrijd. Goed, achteraf hebben we het gewoon wel goed in. We kennen maar een gehandicapte selectie in de zin van dat we een hulp voor de jongens missen. En dus daar stond ook een beetje angst dat het wel eens wat moeilijker wordt kennen als een nieuwe hopen. Ah, ik denk dat deze groep een geweldig oppakt had. Prima die. De eerste helft denk ik een beetje van beide kanten wat behoudend. Ik denk dat wij een beetje zien in onze jongens van eerst maar even rustig aan, want al je nieuwe spelers om ons heen. En na de rust gaan ze de schroom van hun oude ooit en toen werd ik wat onbevangender. Ja, want zeker de tweede helft die een stuk beter als WSC, vind ik. Dat vond ik. Ik vond de eerste helft ook een knappe kans kreeg in. Heineken kreeg een heel groot Joram. Ah, dit was de helft wie inderdaad eigenlijk kat en muis. En ze geloven er helemaal niet meer in. Ik voel dit is een al respect, maar dit is echt een ploeg die het geloof helemaal kwijt is. Hier is een hulp dat er gebeurt, Aurone Wieken. Misschien wel Aurone hier. En het geloof is bij dit elftal helemaal fors. Toen bij rust 0-0 zie je toen wel het gevoel van dit komt nog wel goed? Ja, absoluut. Dat sinds ik de eerste helft hier in de spelers volgens mij nog zoiets van Simon voor het eerst mij, je hoorde Simon net zo vaak. Dus wat nieuwe jongens erin, even onder wennen. Maar in de rust zei ik met jongens, je valt echt voor de hel. Je zelfs mij het ploegje wat we nog steen gaan. En dat is nog steeds een goede ploeg. En dat moet je dan ik even vielen. Dus van, kom maar. Dus dat valt voor naar rust in 0-1. En toen zei ze alleen maar beter van. Ja, ik denk de spelers die oors net zo vaak in de baas staan, die had Jurek al je wel goed in. Ja, dat je goed in. Je keihard werken als elftal. En, zo iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En omdat je bij een selectie zit van hoofdklasse, dan moet je mij wel kennen. En dat we dan Jurek een paar jongens van Twaardenbroek kennen, dat is alleen maar mooi. En dat jouwt ook een beetje aan welke kant dat de club uit wil en uit maat, denk ik. Ik word zin aan de eigen jongens. En dan kan ik nog wel jonge jongens in het laatste niveau letten. Prachtig.